Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Reggefiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look. Ja, Peter, allereerst gefeliciteerd met de overwinning 2-0 tegen Nijkerk. Vooraf dachten we van toen Nijkerk het veld opkwam van sterke kerels, het zou moeilijk worden. Maar wel een dik verdiende overwinning. Uiteindelijk denk ik wel. Het was echt een schaakspel. Zij inzakken, wij inzakken. Als we de bal niet hadden. De eerste helft wel een paar goede kansen. Wij blijven natuurlijk wel fantastisch in de wedstrijd toen Melvin die penalty stopte. Want dan wordt het allemaal natuurlijk een heel ander verhaal. Maar ik denk uiteindelijk prima overwinning. Ja, want de eerste 37 minuten qua voetbalspel dicteerde je, vond ik wel een aantal foutieve passes. Maar na de penalty, die gelukkig gehouden werd, was toch 5 minuten erg moeilijk. Ja, toen zaten we eventjes, hadden we het even lastig met elkaar. Dat klopt. Ja. Ja, en daarna pak je toch wel weer op met z'n allen. En een 100% kans voor Mirko Zwiers. Ja. Ja, inderdaad. We hebben wel meer 100% kansen gehad, maar één van was van Mirko. We kwamen een aantal keer goed uit vanuit de omschakeling, maar ook voetballend. Over onze rechterkant een paar goede kansen gecreëerd, de eerste helft al. De eerste helft met Mirko die voorlangers en eigenlijk de tweede helft ook. Toen vond ik bij hun allemaal net iets minder aan de bal en waren we heel dominant, vond ik. Wat heb je in de rust gezegd dat ze zo dominant waren de tweede helft? Ja, maar het heeft ook alles met een tegenstander te maken. Wij zaten gelijk eigenlijk vanaf minuut 1 in de tweede helft vol in de wedstrijd. Dus ook druk op de bal. Hun dwingen te handelen in opbouw. Nou ja, kijk, elke ploeg kan goed voetballen als er geen druk op zit. Wij waren in staat om toch in ieder geval de as dicht te houden. En elke bal die ze vooruit speelden, daar zat druk op. Wat mij ook opviel, ik heb het aantal kansen geteld. Excelsior heeft 7 kansen gehad, tweede helft, waarvan 2 doelpunten. Sparta Nijkerk geneen. Dat zegt ook genoeg, toch? Ik denk, maar dat geeft ook denk een beetje weer dat we ook gewoon terecht met 2-0 gewonnen hebben. Denk wel, ja. Wat mij ook opviel, is dat er echt een team staat. Wat is jouw mening erover? Ja, team staat. Kijk, ik denk dat de taken en functies heel duidelijk zijn. We hebben het iets anders gedaan dan vorig seizoen. Meer vanuit spelprincipes en proberen de as dicht te houden. Dat is toch wezenlijk wel iets anders dan vorig jaar. Waarin dingen duidelijk zijn voor spelers. Aan de bal, of wat duidelijker zijn. En ook als we de bal niet hebben. En een wat duidelijker plan. Ik moet zeggen, ik heb ook redelijk rustig op de bank gezeten. Omdat er eigenlijk constant controle was. Verdedigen met name. De linies kort op elkaar zaten. En dan lijkt het alsof je een team bent. En dat is natuurlijk ook zo. Hè? Maar dingen zijn, de manier van spelen, hoe willen we verdedigen, hoe willen we aanvallen, zijn gewoon heel duidelijk. Dat is in ieder geval de winst van de afgelopen wedstrijden. 2 wedstrijden gespeeld, 6 punten. Gaat goed? Ja, nee. Maar ook het voetbal wat we spelen, hoe we staan met elkaar. De jongens worden ook steeds... wat fitter, hè? Want daar hebben we natuurlijk wel mee te kampen. Natuurlijk 5 weken voorbereiding met jongens die later aanhaakten of weer tussentijds op vakantie gingen. Nou, die fase zijn we nu een klein beetje voorbij. Je ziet nu dat jongens gewend raken aan 9 minuten spelen. Uiteindelijk kan het alleen maar beter. Nou, en je hebt ook posities waar diverse mensen op kunnen spelen dus. Ja. Nou, ja, klopt. We hebben wel iets kleinere selecties vorig jaar. Maar we kunnen lekker wisselen, ook vandaag weer. We brengen een grote spits, wij brengen Tommy. En dat valt gewoon hartstikke goed in. Dylan die prima invalt. Augustan die voorin snelheid brengt. Waarbij Nick Davina prima gespeeld heeft. Maar meer als middenvelder. Augustan met de ruimte die we dan krijgen de laatste kwartier. Kunnen profiteren. Dus we kunnen wat doen. En dat is prettig voor een trainer. 2 hele mooie doelpunten. Maar vooral de acties aan vooraf waren heel mooi. Ja, ik heb ze niet helemaal in beeld. Maar... Kan je wel op Excelsior televisie zien? Ja, gaan we zeker kijken. Ja. Nee, maar die kwamen van ver. Hè. Van voet naar voet naar voet naar voet. En uiteindelijk hebben we mensen aan de zijkanten vrij. En lopen ballen binnen. Hartstikke goed. Nou, bedankt voor de mooie voetbalmiddag. En succes verder. Ja, leuk. Fijn weekend, man. Oké, dankjewel. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Reggefiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look.